Groesbeek, net onder Nijmegen, vlak tegen Duitsland. Een hecht bouwvakkersdorp met nog geen 17.000 inwoners, maar wel 6 voetbalclubs. De grootste rivalen, Volksclub De Treffers en de club van de middenstand Achilles 29. Allebei al jaren dominant in het Nederlands amateurvoetbal. De Treffers hebben daar vrede mee, een amateurclub. Maar Achilles wil meer. Betaald voetbal. Meedoen in de Jupiler League. Onder leiding van de familie Derks doen ze straks mee met de grote jongens. Hun club, Achilles, al bijna een eeuw lang. Maar Groesbeek, is dat niet simpelweg te klein voor al die miljoenen euro's? Ofwel, is er nog leven voor Achilles na het komend seizoen? Wie zal het zeggen? Vandaag hebben wij alle stukken ingeleverd voor de aanvraag van de licentie. En behalve onze plannen allemaal is dat ook het onderzoeksrapport van de accountant. Dat is natuurlijk een heel belangrijk document. En dat moesten wij vandaag om 5 uur bij de KNVB hebben. En dat hebben wij gedaan. Prima op tijd afgeleverd. Ja. Ja, maar het was wel heel spannend, geloof ik. Hè? Want is de financiering ook rondgekomen? Nee, nog niet. We hebben daar in ieder geval nog niet de getekende overeenkomsten van. En dat betekende ook dat we dus voldoende andere onderbouwing moesten hebben. Dat ook als we geen financiering zouden krijgen, toch door kunnen in het betaald voetbal. En dat hebben we afdoende laten zien. De accountant heeft daar in ieder geval voor getekend. Positief oordeel over gegeven. Dus dat is gewoon een hele belangrijke zaak. Daar kunnen we verder mee. Dus dat is hard werken. Maar goed, het gaat altijd over morgen, niet over gisteren. Dus, maar de basis is, en ik denk dat het altijd zo moet blijven, is natuurlijk op het veld, tussen die krijlijnen, zorgen dat je er meer ballen inschopt dan de tegenstander, dan win je. Ja. En als je dat heel vaak doet, eindig je bovenaan. En als je bovenaan gaat, dan moet je maar een stapje omhoog. Achilles speelt nog 1 wedstrijd dit seizoen. De uitslag? Ach, veel belangrijker is een nieuwe proflicentie. Die moet er komen. En geld. Vooral veel geld voor het komend seizoen. Het belangrijkste jaar uit de clubgeschiedenis. Basis van het team, zoals we de laatste weken spelen, omdat die arbeid gewoon hartstikke goed is. Nou, en ik denk, als we dat vandaag in feite daar ook in slagen... Nijmegenaar Erik Meijers loopt al dik 11 jaar mee op de heikant. Hij is Achilles. Mister Achilles. Goeie focus weer, mannen. Bereid je goed voor. Heb je alle tijd voor. En laat zien dat VVV een hele kwaai heeft aan ons. Vanavond. Ja? Dankjewel. Bereid je goed voor. In alle rust. Succes. Ja, je krijgt veel meer aantrekkingskracht. Hè? En ook van de Treffers, denk ik, jeugd. Ja, nou goed. Iedereen moet zijn eigen broek ophouden. En je probeert het hoogste na te streven. En dat zal de buurman ook doen. Ja. En die willen heel graag tegen ons spelen, hoor, de buurman. Maar dat heb ik ook aangegeven, maar dan wel in de Jupiler League. Kijk, dit is Leon Weijers. Zijn opa is oprichter van de club. Goeiedag. Hier. Ja, ja. Leon? Ja, dat klopt. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat Wim Derks of zo... Wim Derks, zijn vader. Ja. Ja, de opa van Frans. Die heeft een weiland ter beschikking gesteld aan... Ja, mijn opa en 12 of 13 vrienden. Die waren toen allemaal jongens van 20. Dus ze waren allemaal jongens van bouwjaar 1998, 1999. En die zijn helaas allemaal overleden. En dat was hierachter, hè? Eigenlijk. Dat was dit terrein, hè? Nee, dat. Ja. Het veld aan de straat, zeg maar. Dat was het hoofdveld. Het oorspronkelijke veld waarop de club ontstaan is. Onze familie is van het begin van de club erbij betrokken. En de familie heeft heel veel voetballers voortgebracht. Hè. Daar hebben ooms van mij, broers weet je van wat mij... Als tussenstap leuk te vertellen is natuurlijk... In feite heeft in 1929 was ook een economische crisis, hè, dus de bankkracht. En mijn opa heeft toen een keus gemaakt van gemengd bedrijfje, koeien en café.
laat ik op deze grond koeien lopen dat wat opbrengt? Of laat ik jongens hier voetballen die daarna een potje bier komen drinken? Dat is ook zakelijk, hè? Ja. Dat is puur zakelijk, want toen was er niks. Hè? Dus als je kijkt, achteraf kun je een heel nostalgisch verhaal overhouden. Maar er was toen niks. Mooi met de zon, hè? In een ver verleden was Harry Derks hier onderwijzer. Daarna verkocht hij huizen en verzekeringen. Het grote geld en de ideale sponsor voor Achilles. Zijn zus Elrie Bakker Derks heeft jarenlang bij de KNVB gewerkt. Ze spreekt hun voetbaltaal. Het is nu aan haar om die proflicentie binnen te halen. Meer willen zijn. Daar zit de clue. Ze willen altijd meer. Kijk, het is altijd een strijd geweest van de Nijkant en Travers. Wie is de grootste? Wij waren de grootste altijd. Maar dat is verder ook geen punt. Maar hun wou graag over ons heen. Ja, hoe kun je over ons heen? Ze werden ook wel groter, maar niet, ze konden niet ons voorbij. Dat knaagt toch wel dat ze toch wel een beetje voorbijgestreefd zijn, hè? Op voetbalgebied, hè? Hadden ze niet verwacht dat zo'n clubje daar uit de heikant dat zomaar durfde, hè? Ja, die moeten lef hebben. Ja, daar heb ik respect voor, dat ze de lef hadden, hoor. Ja. Ondanks de kritiek wat er overal was, ook niet alleen in Groesbeek, ook buiten Groesbeek, dat ze dat aandurfden. Ja, kijk, zij hadden altijd het etiket, het predicaat, dat hebben ze 30, 40 jaar gehad. Van wij zijn de grootste, wij zijn de beste, wij zijn de sterkste. Ja, dat zijn ze al 10, 12, 13 jaar kwijt. Hè? Ja, dat hebben ze niet meer en dat knaagt een beetje. Hè? Nou, ik zeg, die hebben natuurlijk grote broeken getrouwd. Die willen dames betaald, damesvoetbal op landelijk niveau. Ze willen een profteam, een belofteteam, nog een zondagsteam. Overal trainers, verzorgers, leiders. Ballen, kleding, bus, vervoer. Ja, maar als je dan 600, 700, 800 man bij je wedstrijd krijg je, ja, maar dan hoef je toch niet slim te zien. Zeg, dat hou je niet vol. Of ben ik nou zo dom? Achilles is toch verbonden aan de naam Derksen. Het is hun terrein. Ik weet niet of je dat ooit los kunt koppelen. Ik heb eens ooit één keer trainer kunnen worden. Maar ik heb toen wel gesproken. En ik weet niet. Maar nee. Wat ik al zeg, ik heb niets met die club. Laat ik zeggen, ik heb er geen hekel aan, maar ik heb er gewoon niets mee. Ik zou daar niet trainen. En ik denk dat het ook een hele moeilijke club is om te trainen. Omdat de familie Derks nogal. Ik ben nogal een beetje. Als ik trainer ben, dan wil ik bepalen wat er gebeurt. En als dat niet goed is, dan moeten ze me de zak geven. Maar niet gestuurd worden door anderen. En ik weet niet of dat daar gebeurt, maar ik heb wel eens de indruk dat hun een behoorlijke vinger in de melk te pap hebben. Ja, hebben zelf ook allemaal gevoetbald, hè, denk ik. Hè? Harry, Frans. Harry en Frans hebben ook in het eerste gespeeld, dacht ik. Hè? Ja. Ik weet niet of dat door de kwaliteiten kwam of dat laat ik in de midden. Ze hebben er wel in gespeeld, ja. Harry stond ook. Zei hij toen trots een keer dat hij op een kampioensfoto stond. Maar ik weet niet of Harry vanwege zijn kwaliteiten meedeed. Ik heb hem nooit zien spelen, dus. Frans wel, denk ik, hè? Frans wel, die heb ik wel eens zien spelen, ja. Maar dat waren niet voetballers dat je zegt van, nou, daar zullen we het nog eens even lang over hebben. Frans Derks, de drukste van het stel. Hij is technisch directeur bij Achilles, de man van het aan- en verkoopbeleid. En als DJ Francesco zorgt hij voor de menselijke warmte op de club.
Zoals hier, bij de seizoensafsluiting van de Helden van de Heikamp. En op de kick-off voor het nieuwe seizoen presenteert Frans Derks de eerste elftalselectie. Versterking? Nauwelijks. Een proflicentie? Nog niet binnen. Een hoofdsponsor? Nog niet gevonden. Erik, wat zou jij tegen deze jeugdspelers die of in de breedte sportteams of in de prestatieteams spelen willen zeggen als boodschap voor het komend seizoen? Ja jongens, ik zal het niet te lang maken, maar ik denk dat het voor jullie heel belangrijk is dat je met heel veel plezier voelt. Ja, Groesbeek is natuurlijk een heel apart dorp. Je wordt nooit één van hun, ook al doe je gigantisch je best. Maar je krijgt wel heel veel waardering van de mensen. Binnen Groesbeek is het gewoon heel veel haantjesgedrag en heel veel afgunst. Elkaar toch op de een of andere manier motiveren, enthousiasmeren, meenemen naar een hoger level. Naar buiten toe is het één. Ik bedoel, Achilles is super trots dat Jasper Cillis naar Barcelona gaat. Maar ja, Jasper Cillis is wel van treffers. Maar naar buiten toe komt de Groesbeker morgen in Amsterdam. Dan zegt een Achillesman in Amsterdam, ja, maar Jasper Cillis komt uit Groesbeek. Maar binnen het dorp ja, is het een complete escalatie af en toe. Want Groesbeek blijft Groesbeek, dat is waar ik woon. Met al zijn schandalen van smeergeld betalen, dat is niet zo mooi. Toch blijft Groesbeek Groesbeek, want zeg nou toch zelf. Ja, hier ben ik thuis, dat spreekt toch vanzelf. Nol Arts, de vader van oud-prof Arno Arts, was een van de eerste die van de treffers naar Achilles overstapte. Maar hij had een goede reden. Omdat ik hier wou wonen. Ik was getrouwd ondertussen. En hierachter woonde ik in, met mijn schoonouwelui. En toen gingen ze hier bouwen. En mevrouw kreeg met geen paard Groesbeek uit. Ik moest naar Nijmegen toe een woning zoeken. En toen was degene die bij Achilles het voor het zeggen had, die deelde de huizen hier uit. Dus daar moest ik heen. Ik zei, ik wil op nummer 39 wonen. Een hoekwoning, ideaal. En ik woon er. Hij is wat geweest, hoor. Goh, een rel was dat. Zo ging dat toen. Hier werd de Achillesbuurt genoemd. Hier woonden nog meer voetballers. En Travers had daar niemand. Ja. Maar die hebben nu wel een mooi sportpark. Die hebben een geweldig sportpark. Laten we eerlijk zijn, Achilles speelt Jupiler League. En Travers heeft eigenlijk het clubhuis dat eigenlijk Achilles voor Jupiler League begrippen had moeten hebben. Ja. Dus ja, dat zet ook, als je zeker aan Achilles kant, als je dan naar Travers kijkt, ja, waarom krijgen hun van de gemeente zoveel miljoenen destijds om het clubhuis neer te zetten? Ja. Als je wat dat betreft ook van Travers uit kop bij het vuur zit, ja, dat zou misschien Achilles dan ook wel doen. Wat betreft wethouder Thijssen, die wist wel van wanten. En dat wil zeggen, dus ja, dat is een Treffersgezinde man. Ja, goed dat hij als de Treffers naar links was en Achilles naar rechts, dan ging het er eerder naar links dan naar rechts. Het is niet rechtvaardig wat daar neergeplant is. Natuurlijk hebben wij plezier gehad van Sjaak Thijssen, maar hun hadden vroeger Jan van Bernebeek. Toen hebben hun het geluk gehad, hadden ze mensen op hoog niveau die bij de gemeente zaten, die ook geritseld hebben voor hun. Laten wij nou dan een beetje plezier van de politiek hebben. Dat klopt. Ja. De bedoeling is om hier 3 kunstgrasvelden te hebben, straks over enige tijd, en 1 pupillenveld. Dus 3,5 kunstgrasveld, waarbij we er nu 1 hebben. Vanaf komende zomer
Dan geldt de definitieve norm 800 lux, horizontaal en verticaal. Nou, ik ga je daar niet verder technisch over bijkletsen, maar dat wil zeggen dat er een flinke bal licht bij moet. Dat gaan wij doen via ledverlichting. Nou, hoe gaan we dat allemaal betalen? Dan hebben we een raming opgemaakt van 5 miljoen. Dat bedrag hebben jullie allemaal al vaker hier of daar voorbij zien komen. We hebben recent overleg gehad met de nieuwe burgemeester en de kennismaakgesprek en de betrokken wethouder. Zij staan garant niet voor de lening, maar voor de rente en de aflossing. Ja? En dat is bij elkaar ongeveer 200.000 euro per jaar. Dat is hun garantstelling. Maar die garantstelling komt er niet. Wel geld voor een nieuw kunstgrasveld. Dat kost de gemeente tenslotte maar één keer een paar ton. De twee artikelen die hij geschreven heeft, die raken kandig wel. Ik heb hem netjes verteld dat wij van de accountant een continuïteitsverklaring hebben. En als toetredende club moesten wij die niet hebben voor 12 maanden, maar voor 24 maanden. En dat de cijfers die hij opgedoken had, dat die al gepubliceerd zijn in januari. Dus dat er helemaal niks nieuws is. Bovendien gaan ze over 2 jaar geleden. En voor ons vooral van belang is die continuïteitsverklaring. We hebben er dikke ellende van. Dikke ellende. Lastig is altijd vervelend. Is dat een gezonde club? Dan hebben ze een schuld van 3 miljoen. Of 3,18 geloof ik. Tenminste, volgens de krant. Of 18e. Het is dan niet meer normaal. En dan noemen ze een gezonde club. Zoals van de week in de Gelderland. Dat je dan op de 3 miljoen schuld hebt bij Achilles. En ze hebben nog geen sponsor. Dus dan, hoe moeten ze dat oplossen? En ja, als er 2000 man komen bij een wedstrijd, is het veel. Daar kun je ook niet van bestaan. Die willen het hoog van de toren blazen. En je kunt ook, als je het hoog van de toren blazen, kun je ook goed vallen. En ik hoop dat dat een keer gebeurt. En zo snel mogelijk. Dat kan mij niet snel genoeg. Want ik vind die naam, als je die uitspreekt, moet ik eigenlijk in mijn mond spoelen. Daar heb ik zo'n hekel aan. Ja, daar ben ik gewoon eerlijk in. Ja, goed, we hebben natuurlijk nou wel een even vervelende periode natuurlijk, hè. Als zoiets natuurlijk in het nieuws komt, ja, dat zijpelt dan toch door. En dat wil je misschien niet. Aan de andere kant zijn die jongens ook wel zo nuchter van het eerste. En ik ook, om ons volledig te kunnen concentreren op het voetballen. Maar goed, als je natuurlijk deze berichtgeving leest, dan komt dat natuurlijk niet ten goede aan de prestaties. Je moet je voorstellen, we hebben hier nu staan. We hebben geïnvesteerd. En als je investeert, gaan de kosten gaan voor de baat. We hebben hier nu staan, na 3 jaar, een eerste team die Jupiler League speelt. Een jong team die derde divisie spelen. We hebben de amateurtak volledig intact gehouden. We hebben ook nog een eerste helft de vierde klasse speelt. En vandaag starten we met de vrouwen in de eredivisie. Nou, wat kan nog meer? Meer kan niet. Kijk, en dan zegt Harry natuurlijk hartstikke goed. Kijk, je zult eerst gigantisch moeten investeren om straks weer geld terug te kunnen verdienen. Door middel van spelers te verkopen. Nou, dat zijn jonge jongens die misschien hun persoonlijke top wel niet bij Achilles liggen. Nou, en zo hebben wij ook in jonge Achilles en ook onder 19 jongens lopen waarvan wij denken dat die straks de eerste elftal van Achilles kunnen halen. En misschien wel dat hun persoonlijke top nog veel verder ligt als Achilles. Maar goed, en daar zijn wij nu achter de schermen mee bezig om een fundament te leggen. De vrouwen van Achilles voetballen volgend seizoen op het hoogste niveau profvoetbal. Elrie Derks en coach Judith Thijssen zijn druk bezig jong talent binnen te hengelen. Wij hebben natuurlijk voornamelijk mannenvoetbal altijd gehad. Maar wel de afgelopen 50 jaar altijd op het hoogste of het ene hoogste niveau gespeeld. En dat is ook omdat dat echt in de genen van de club zit. Ik heb zelf lang bij de KNVB gezeten, ben bij heel veel voetbalclubs geweest. Je hebt clubs waar voetbal bijzaak is. Ja, ja. Daar gaat het veel meer om allerlei andere activiteiten en allerlei andere zaken. Ja. Bij Achilles gaat het om het voetbal. Ja, jullie kunnen toch op het hoogste niveau spelen, maar zijn toch een soort van amateurvereniging. Ja, maar wij zijn wat professioneel. Ja, oké, okay, maar ja. Ik bedoel ook
ook al, met de amateurtakken bij en zo, ja, zeg maar. Ja. Pascal, jij hebt met Judith gesproken eerder, vooral het voetbaltechnische. Nou ja, ik wil jou vooral met jullie ook praten over wat voor een club wij zijn, wat onze plannen zijn, wat onze ideeën zijn. Om te kijken of nou ja, dat voor jou wat is en of jij je daar toe aangesproken voelt. Om te kijken of je bij ons zou kunnen komen voetballen volgend jaar. Misschien een hele stomme vraag, maar is er nog kans dat die licentie niet doorgaat? Of? Ja, die is er altijd, hè, want er moet altijd natuurlijk een besluit over genomen worden. Het is natuurlijk wel een traject waar we al 3 jaar in zitten. Ja. We zijn in de laatste fase. We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat het niet door zou gaan. Oké. Maar de licentiecommissie gaat daarover. Ja, precies. En we moeten alle eisen voldoen. Als er nu nog hele grote twijfel is of zo, dan... Nee. Maar de KNVB vindt het rapport van Achilles niet overtuigend genoeg. Pas als ze komend seizoen niet degraderen, krijgen ze hun proflicentie. Bij degradatie tuimelen ze met lege handen terug naar de amateurs. Als ze zouden degraderen... Ja, dan wordt het, kijk, dan krijg je ook wel hem zeggen dus dat ja, ik kreeg het over de derby... Zeg maar, want ja, Travis die handhaaft er eigen wel. En dan is het natuurlijk weer, ja. Dan is het stukje wat je voor hebt gelegen, is eraf. De start van het nieuwe seizoen verloopt desastreus voor Achilles. Van de eerste 6 wedstrijden worden er 5 verloren en ook in de 7e gaat het weer mis. 7-1 voor Jong Ajax. En dat doet pijn. Het is wel een hele mooie ploeg, hoor. God, dat Jong Ajax. Je kunt ervan genieten, of niet? Mensen, ik vond het geweldig om te zien, meer. Na het hoeft wel tegen Achilles, dat moet ik niet hebben dan. Hè? Het ging toch wel erg hard gisteren. Verlies op dit niveau hadden we nog niet eerder meegemaakt. Ik heb wel eens een keer gedacht, van, dat zal dus ook wel een keer gebeuren, maar... Gisteren was het in één keer zover. We moeten natuurlijk met beperkte middelen doen. Dat is helemaal niet erg en dat vinden we een mooie uitdaging. Dus we zijn ook al heel trots met de stappen die we hebben gemaakt. Maar goed, we zijn er nog niet. Dus we proberen ons op dit niveau te handhaven. En dat is een aardige klus. En een mooie grasmat, hè, nu? Ja, een mooie grasmat. Ik heb liever mooie punten dan mooie grasmatten. Maar... Het enige positief is dat we geen goals tegenkrijgen. Ja. Maar aan de bal was de slordig. Lijkt even nergens. En je ziet wat er met je doet, hè? Zo'n uitslag. Hè? Ja, aan de andere kant een beetje... Ja, maar het gebeurt wel. Ja. Je ziet het. Ja, je ziet het. Het eerste elftal vertrekt naar Leeuwarden om vanavond tegen Cambuur te spelen. Op het nippertje verliezen ze met 2-1. Weer niks. Ze laten hoop nog niet varen, hoor. Het is nog... Tweede helft, tweede dinges, dan wordt het toch wel, ja. Dan tellen de punten meer dubbel. Ik weet het nog niet. Maar we hebben geen best materiaal. Daar moet ik erbij zeggen. Nee. Maar ja, het valt nog een beetje zwaar. Je hebt als nooit in de degradatiewedstrijden gespeeld. Dat is al heel lang geleden. Dat is het. En daarom is dit zo moeilijk, ja. Mensen. Ja, valt een beetje, ja, jammer. Ieder jaar onderaan blijven hangen, dat is ook niet leuk. Rivaliteit. Het is ieder jaar hetzelfde. Niet dan. Ik kom hieronder niet weg. Ja, vorig jaar. Henk, het is ieder jaar degradatievoetbal. Ja, nog leuk dat die onders ook allemaal verloren hebben. Ja, daar moet je niet van uitgaan. Zelf punten pakken. Ooit, de tussenin! Kijk, niet, de tussenin!
Niet verstegen! Oorlog maken bij de keeper! Oorlog maken! Om niet te kort bij! Kort voor de winterstop speelt Achilles thuis tegen FC Os. Hun directe concurrent in de strijd tegen degradatie. Het is erop of eronder. Ach, dit vuurde zij ons aan. Hebben zo een plicht gedaan. Het legioen trekt mee ten strijd. Om die bal te openen en dan drie keer niet doen. Wat doen? Wat doen? Dat is ook slecht. Fijn met de terug! Dat kwam niet raar, kijk. Ja. Daar zien we bij ons verstom in. Deze blijft toch nergens, wat wil. Hij doet de contactlensen niet in. Hé! Hey, ja, ja. Zonde. Doei, doei! Koes had ook weer, Koes had ook. Die mensen bij ons voorin staan, die houden die mensen bezig. Dat is gewoon te weinig niveau, Erik. Ja. De bal bleef te lang hangen. Niet. Die god vond er werkelijk helemaal niks goed, hè. Oh. Wij maken geen kooi. Nee, maar is te weinig kwaliteit ook, Erik. Je zit nog niet. Nee, mannen, wat gebeurt er nu? Speelt boven! Oh, verkeerde aanloop. Helemaal schuin loop je. Die Mieken! Zit hij nou? Eve, schiet hem erin. Ik zei even. Maar ik pak ze toch aan in de rust. God. Ze hebben wel nodige problemen met off-supporters. Ze zijn helemaal doorgebroken, ze zijn niet gefouilleerd. Ze zijn gewoon doorgebroken, is geslagen daar. Ze zijn als de dood, als Achilles wint, dat het compleet uit de klauwen loopt. Kiki, weglopen, zijkant! Godverdomme, we staan in orde naar slapen. Een beetje tekend hakken ergen. Ja. Je raakt ook niet voor. Dat het te dringen, daar zie je ook. Ik had er wel waar van Os te winnen. Was ik wel hoopvol. Ja, als je dan in 3 minuten de klap kreeg, dan, dan zie je weg. Dat vond ik toch wel hard, ja. En dan komen we weer niet meer terug, hè, als we achterkomen. Dan komen we helemaal niet meer. Ja, maar dat geeft ook een domper, hè? Ja. Met de speurders zijn ook wel. Dan zit ook niks meer. Er zit ook niks meer in. Maar je had er al allemaal te zien. Laat ik hier aan de spits. Nee, en de sponsor. Die komt niet meer. Hè? Dat verwacht ik niet. Nee, maar je had er allemaal te zien. Ja. Komt toch op?
Die stukken die ik in hand heb, geen goed aan gedaan. Dat ook al, ja. Dat zal ook wel, ja, als een man met een miljoenen noten gaan liggen gooien, dat smieten. Ook nog notabene van de spullen die hier 6, 7 jaar gevoetbald heeft. Ja. Ja, dat doet er geen goed aan. Hij gaat die een hardballetje geven op eigen helft. Ja. En dat lukt allemaal niet, hè? Ja, die buitenkant zul je een beetje erin. Nee, dat kan niet. Nee, maar dat kan niet, jongens. Dat kan niet op dit niveau. Ik zie even het boord, het vindt nieuwe namen. Maar heb je nu een hoofdsponsor? Waar zijn we, zie je nieuwe namen? Ja, op het veld dacht ik. Maar dat gaat gewoon continu door. Ja. Ik heb dadelijk ook weer een nieuwe sponsor, dus dat gaat en prima. En hoofdsponsor? Dat komt eraan, Hans. Ja, ja, ja. Ik dacht... Zal ik jou eerst bellen als het... Of deze poster opgehangen kan worden. Ik denk dat daar wel. Ja. Nol Arts maakt alvast reclame voor de CD-presentatie van zijn jongste zoon Alfred. Allicht. Ja, je kunt beter even zo doen. Dan kun je eens even zien waar jij je allemaal wil ophangen, Nol. Beneden zit een. Leg maar even in. Lang geleden dat ik hierboven ben geweest, hoor. Goh. Je hebt je nog gespeeld, toch? Hè? 7 jaar. Ja. 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 Mooie tijd gehad. Met de familie Derks. En dat er toch weinig... Erik zei ook, de beelden die spreken voor zich. Dat zei iedereen. En ik neem jou niet kwalijk. Want jij komt natuurlijk van veel. En je hebt dat zelf afgedwongen, ook wie dat je zeg maar, nu gespeeld hebt. Alleen is het goed genoeg? Niet goed genoeg. Anderen ook niet, hè? Toch? Dus dat is... En voor de rest moet je gewoon doen waar je mee bezig bent. Gewoon zo aan jezelf blijven werken. En moet je kijken waar je nou allemaal zeg maar, gespeeld hebt. Dat is toch gigantisch? Waar je 4 maanden terug niet gedacht. Dus ik verwijt jou daar helemaal niks in. Ja, het gaat erom dat je bal op de goede manier afrondt. Ja, goed, en die kans heb je natuurlijk wel gehad. Ja, dat is niet allemaal erin gaan. Dat snap ik ook. Maar dan moet er 1-2 moeten in. Dat weet je ook. Toch? Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed, dat is een beetje het hele verhaal, Nick. Wij, voor ons waren we altijd samen. We gingen altijd naar het voetballen, naar hun en naar die Alfred kerken. En toen werd ze van de ene dag op de andere dag ziek. En het was over. Op 37-jarige leeftijd. We zijn eigenlijk door niemand in de steek gelaten. Nee. Ze kwamen uit een gezin van 6 dochters. En ze kwamen elke vrijdag om hier het huis schoon te maken. Alle 5. Hebben ze 5 jaar gedaan. Ja. Dat was prachtig. En de steun in Groesbeek? Ja. Gigantisch. Ja. Dan is een dorp is ook... Kijk, zo zijn Groesbekers ook. Hè. Als je dan iets hebt en zoiets ergs meemaakt... dan staat gewoon het hele dorp achter. Ja. Als een Groesbeker ten opzichte van zogezegd een vreemde... wat er ook gebeurt, die kiezen blind partij voor deze Groesbeker. Ja. Dat is, ja... Zo is het voor het dorp. Dan staat de deur altijd los. Je komt altijd terug. Onze moeder, die viel weg. Ja, je moet wel ergens voor... Mijn vader, die was er voor mijn broer en voor mij. En dat heeft hij echt geweldig gedaan. Dus, chapeau. Echt waar. En, dat... nooit meer de drive gevonden om te gaan werken. Want waarvoor moet je werken? Om je gezin. En dat ging. Ik verdiende mijn geld. Mijn broer die ging naar school en die verdiende later ook zijn geld. Ja, waarvoor moet je dan nog, weet je? Ik kon er niet tegen. Als hij was 13, die ging naar school toe. En als het dan winterdag was of regenweer, dan kwam hij een fietsje thuis hier.
En er was dan niemand wie tegen hem praatte. Een kop thee, niet over drinken. Dan moet ik zeggen, als ik daar niet op ingriep, dan ga ik er onderdoor. En toen had ik gezegd, ik kapte mee. En we hebben het goed gered, met z'n allen. Ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Side bridges. First of all, so ganz right. Treibst du da? Yeah, 15 times. Keep it. If possible, then close your eyes. Nach unten zieht. Right arm, left leg. Achilles heeft zich in de winterstop versterkt met wat buitenlandse jongens die niks mogen kosten. Zo oeverloos die kalte zee. Kom in mijn boot. De herfstwind hält die Segel straf. Van de belofte? Dat zou het bij de belofte. Ben je elke dag? Elke dag. Tot zondags toe. Ik ben er soms al om 7 uur hier. En zij zou mij eigenlijk helpen, maar ze doet alleen maar voor de dames. Ik zeg, maar doe ik ook niks meer voor de dames. Dan moet ze het ook maar zelf doen. En ik woon vlak bij het Boysveld. Daar kan ik van mijn huis af zien. In de brede weg. Ja. Ja, daar kwam mijn man vandaan. Ja, die is al 34 jaar is die er. Doodje was al heel vroeg overleden. En dit houdt mij op de been, hè. Kom in mijn boot. De herfstwind hält die segel straf. Zo slecht. Wij spelen nog heel vaak ballen onnodig terug. Heel vaak. Maar dan leg je die druk bij onszelf. Ja, maar ik zie hoe Cambuur die ballen de hele wedstrijd teruglegt. Cambuur had veel ballen teruggespeeld. De eerste 20 minuten naar rust, alle ballen terug op de keeper. Cambuur is 6 keer voor de goal geweest, hè? 6-7 keer voor de goal. Ja, maar dan wordt er wel gebeten. Maken geen fouten zoals wij. Nee. Daar zit op verschil. Ja, maar dat is het hele seizoen al. Ja. Nee, maar dan wordt het hele seizoen. En als ze voor de goal gaan, dan bijten die leuk, joh. Wij doen niet een keer happen naar het baasje, maar wij bijten niet door, joh. Dat is veel meer gif is het, joh. Maar daarom die 1 meer keihard aanpakken. Geen medelijden. Goed, jongens, tot morgen. Kunnen binnen. Weer 1 meer erbij, ja. Come here now. We are going to my office. Yeah? We are going to my office. De nieuwe Zweeds-Servische spits Emir Smajic scoort in zijn eerste wedstrijd voor Achilles gelijk 2 doelpunten. Maar nu staat hij even droog. We create a lot of chances yesterday. We create a lot of chances. That's very positive. It's very positive for us. But
against good, good tegenstanders, opponents, then we must make the chance must go in. The last one was he touched. It's a save. He touched the defender. Yeah, he turns like this and it hits him. Touch him. Yeah. Yeah. But it looks if you work on 80%. What do you mean? The way during you the walk, whole game. You, the way you walk, you don't see that you make a sprint or easy walk. It's everything on the same level. Before the goal, a striker should be to make the goals. That was very good. That was good. That one we want to have to see from you. I want to that you put this ball on the goal. But it's a very, very hard angle. Yeah, but it's all action. You see the that's deze bal from. You see the keeper is 8-10 meters from the goal. Take it back again. Back, yeah. A few seconds earlier. Because the ball, if you look, the ball is actually first, behind in me. In your first handling, you should shoot at the keeper. Here, here, now, here, let up. Here, look to the keeper, now! Yeah, but pass. You see what I mean? The ball is like here. No, but you can play him with to the second post. The keeper is on 8 or 10 meters from the goal. You must more come into the first post, then you make goals. I mean, 100% you make goals when you come to... Here, and on the ball from Freek, here. Yeah, Then you must set to Boy that he is coming behind you. Boy coming behind me, and you going to the first post. Mm-hmm. Not going Boy to the first post. You are making goals. You are stronger. You are better. You should be more horny for the goal. Yeah. We talked about it. We talked. Only be horny making goals. And we want that you come more coming to the first post. Because we know yeah, take a look when you are situation. Coming. Yeah. Okay, you play. Now I want that you are going to the goal. Immediately. And now, immediately. The shortest way. Yeah. And Antonio, he have a very good pass to you. Very good. Very good. But now, when you are here, you never score a goal. You never score a goal. When you go back, you play, you go to the goal, maybe you can make a goal, maybe. But here, you never go, you never make a goal here. And that's why we always and say... Then, and that's what we mean with honey. That's what we mean with honey. Ne honey, maar horny. Honey, honey, yeah, honey. Right, yeah. Het is heel moeilijk een spits nog om te scholen als je 8, 29 is in zijn loopacties. Die jongen is een bepaalde manier gewend om te voetballen, dus hij gaat veel naar de tweede paal. Ja, hier in Nederland gaat iedere spits gaat naar de eerste paal. Maar hij gaat nooit naar de eerste paal. Hij zal naar de eerste paal moeten. Wil hij doelpunten maken, moet hij naar de eerste paal. Hij is misschien te bescheiden. Nee, daar is hij niet. Dat gaat er niet kapot. Nee, daar is hij niet. Nee. Nee, maar moet hem... Hij mist wel een bepaalde basistechniek, mist hij wel. Nou, maar we moeten dat voor zichzelf ook hoger leggen. Ze vinden zichzelf allemaal snel heel goed, hè. Maar ik niet zo wel. Is de sfeer goed in het team? Ja. Ja, dat merk je op een gegeven moment. De sfeer is nu wel heel anders dan voor de winterstop. Als ze mij gezellig willen krijgen, moeten ze punten pakken. Nee, maar goed, ja. De sfeer. Ja. En toch, het wordt gezelliger. Ze pakken nu al ruim 2 keer zoveel punten als voor de winterstop. Als het ingooien van RKC is, moet je hem niet zo snel geven. Moet je hem even vasthouden. Goed kijken of het ingooien van Gilles is of van RKC. Hè? Ja, nee, maar het is een beetje slim zijn. Goed gespeeld. Godverdomme. Tempo is hoog van de week. Oh, vindt het goed te beginnen goed, hoor. Ja. Dat was een goede actie van die Amy weer. Die had vandaag 10 minuten meer gepakt als in 4 wedstrijden met elkaar. Vanavond lijkt het ook weer goed te gaan. Lijkt. Ditmaal tegen RKC Waalwijk. Maar het wordt verlies. 3-2. Ook concurrent FC Dordrecht verliest. Oh, Harry, hij had hem op de schoenen. Als je ziet hoe wij nu voetballen, dat is natuurlijk wel een wereld van verschil met een tijdje terug. Ja. Ja. Dus
Ik heb in de rustgroep alleen maar complimenten gegeven, want we haalden gewoon een heel behoorlijk niveau. We moeten vrijdag weer spelen, dus de concurrent is ook verloren. Dus we blijven doorgaan. Hallo. De KNVB laat zich horen op de heikant. Achilles krijgt een zware boete opgelegd. Te laat met financiële stukken. En dat is niet voor de eerste keer. Nou, dan kun je nog steeds eerst het gesprek aangaan om te kijken hoe kijkt nou de advocaat hier tegenaan. Wat vindt hij? Als wij daar een gesprek mee aangaan, zijn we hier 2 uurtjes kwijt. Zeg het maar. Heeft de kans van slagen of niet? En wat zijn de kosten? De Gelderlander heeft mij weer gebeld. Die willen op het moment dat wij, ik zeg niet van wat wij doen, ik zeg wat hij, dus op het moment dat wij zouden zeggen dat we een zaak zouden aanspannen met de KNVB, dan wil hij met de vlag voorop lopen, want dat zou voor hun voorpagina nieuws zijn. Maar wij zijn in overleg met onze adviseurs. Maar dus ik geef dus even aan, dus ik denk dat wij gewoon eventjes alles aan onszelf moeten houden. Dus dat we overleg hebben gehad. Ik laat me sowieso niet leiden door de Gelderlander of wie dan ook. Nee, maar goed. Ze kunnen morgen, waarom breng ik het hier op tafel? Ze kunnen morgen, als wij of nu jou bellen of mij bellen, of FBO gaan bellen, want dat gebeurt ook, of de KNVB gaan bellen, dat is hun werk. We hebben gisteravond na ruim 11 weken uitspraak gekregen van de beroepscommissie. En ik zeg op voorhand, we krijgen een boete van 72.000 euro. Maar dit verhaal gaat eigenlijk niet over die boete. Mm-hmm. Die boete die ons was opgelegd. Dank je. Is dan de club door zo'n boete in gevaar of is daar absoluut geen sprake van? Het uitbetalen van de salarissen en dat soort dingen, is dat in gevaar? Of? Nou ja, bij ons is dat gewoon een maandje salarissen, ja. Ja. Ja, dat, en is dat dus... Wij noemen dat weer een uitdaging. Binnen de KNVB zijn wij nu klaar. De commissie van beroep is het laatste station. En wij moeten nu kijken of wij naar de rechter stappen. Ja, en dacht je dat er wat... Daar win jij niks van. Die lach je uit. Dat wordt betalen. Dat wordt al 72.000 euro. En dan nog hebben ze nog ergens 3 miljoen schuld. Dat is toch niks, 3 miljoen voor zijn krant gestaan. Dat wil niet zeggen dat ik graag heb dat Achilles eruit gaat. Maar ik hoop wel dat ze degraderen. Wat ze wou treffen is ook een luwe draaien, hè? Om in de eerste divisie te voetballen. En nou hebben ze het. Achilles. Ja, maar dat is toch alleen maar goed voor Groesbeek. Ja, maar in Groesbeek kan dat niet. Nee, als die in Haarlem niet kan, aan die Apeldoorn. Ja, wat wil je dan? En stik de moot van de club zien. Maar je hebt niet zoiets als Groesbeek van we zijn trots op dat we dan een club in betaald voetbal hebben. Helemaal niet. Nee, ik ben al 60 jaar lid van de Treffers, dus dat kan niet. Hè? Maar wat is het verschil qua cultuur tussen Treffers en Achilles? Wat is het verschil voor je gevoel? Wat het verschil is? Ja. Ja, onder ons gezegd, ze denken dat ze meer zijn. Ja, denken ze. Zo, zeg eens op, hangen dat ze hier een beetje de boel van de vloer afhouden als wij moeten poetsen. Toen zat ik in de Gelderlander. En er stond nog dat ze een boete hadden van 72.000 euro. Of dat allemaal klopt, dat weet ik niet, maar. En dat ze dat aanvechten, ja, dat kan ik ook begrijpen. Want ze hebben er toch al genoeg gehad, boetes. Dat het ook allemaal in de publiciteit komt. Dat is ook zo, weet je. En het wordt gewoon opgeblazen. En wat ik dan wel hoor, wat ik straks zeg, ik lees niks, maar wat ik wel hoor is, het ligt altijd aan een ander. Ze zijn in de problemen gekomen omdat de KNVB bepaalde gelden weer niet gegeven heeft. En met die 5 miljoen ook.
Het is een klein dorp en eigenlijk geniet iedereen ervan. Want het is gewoon een soap die geen einde, waar geen einde aan komt. Het is echt een soap, is het. Heb je dat ook gehoord van Harry Derks? Van? Harry Derks. Nee. Die hadden ze met de Fiat gearresteerd. Hé? De Fiat had hem gearresteerd. Ja? Oh. Hand is een beetje doof, hoor. Ja, ik vond het wel. Nee. Het klopt allemaal. Voorzitter Harry Derks is gearresteerd. Iets met zwart geld in Zwitserland of zo. En dat allemaal een week voor de degradatiekraker tegen FC Dordrecht. Ja, nou goed, dat is niet mijn pakje aan, hè. Ik beperk mij tot het sportieve gedeelte. En daar hebben we dit seizoen natuurlijk meer dan problemen mee. Het is een privé aangelegenheid en daar hebben wij allemaal niks mee te maken. Er is helemaal niks bewezen, nog niet. Dus waarom? Ik denk iedereen het gedaan heeft ooit. Ja, ja. Zwarteklusjes en dergelijke. Ja, ja. Ik denk er allemaal wel eens een keer iets. Ja, dat gaat dan in het klein en dit misschien met geld of zo in wat op grotere schaal is. Maar daar kan ik me niet in de druk aan maken. Nee. Ja, jongens, dat kan de beste gebeuren als we wat pakken. Ik heb mijn geld hier nog meegestolen. Dan pak ik deze avond ook op. Nee, maar luister eens. Ik denk dat we allemaal wat dingen gedaan hebben die we niet mogen. Griesbeek vooral. Het is natuurlijk raar dat ik hier sta, want normaal staat onze voorzitter Harry hier. En ik wil graag een verklaring van Harry voorlezen. Helaas kan ik vandaag vanwege problemen met mijn gezondheid hier vanavond niet aanwezig zijn. Het gaat alweer wat beter, maar ik moet morgen eerst weer langs bij het ziekenhuis voor onderzoek. Natuurlijk hoop ik morgen wel bij de zo belangrijke wedstrijd tegen FC Dordrecht van de partij te kunnen zijn. En ik hoop jullie daar allemaal te treffen. Ten aanzien van de zaak met de Fiat heb ik al gereageerd via onze site. En daar wil ik het graag bij laten. Maar ik snap dat dergelijke zaken iedereen in mijn omgeving en dus ook binnen de club aangrijpen. Ik zal ervoor zorgen dat we samen de ingeslagen weg kunnen voorzetten. Voorlopig dan wel even iets meer vanuit de luwte, maar niet minder gedreven en gepassioneerd. Samen toch mee te schrijven. Sorry. Het is ook mijn broer. Graag willen we jullie vanavond bijpraten over een aantal zaken die op dit moment heel actueel zijn. We hebben al aangegeven dat de EJO betreft, de ontwikkelingen bij ons sportpark en ook een aantal zaken rondom de KNVB. En dan gaan we beginnen met echt de upgrading en de uitbreiding van ons sportpark. Dat betekent dat we alle oude kleedkamers gaan slopen, die daar aan de westkant van ons sportpark staan. En dat we nieuw bouw gaan plegen op de bestaande nieuwe kleedkamers zoals hier staan. Ik laat jullie daar dadelijk wat plaatjes van zien. Dat betekent dat er echt een nieuw gebouw komt met een hele nieuwe tribune. En we gaan ook LED-verlichting aanleggen, 800 lux. En ik kan jullie vertellen, daar beginnen ze volgende week al mee. Laat duidelijk zijn, of we erin blijven of niet, die plannen die gaan gewoon door. Achilles gaat gewoon door. Wij weten, net als jullie, dat er altijd allerlei verhalen zijn, altijd allerlei geruchten zijn. We horen al, hoeveel jaren is het dat we failliet zijn en niet meer bestaan. En, nou ja, ik weet het niet allemaal. Weet, dit is waar wij mee bezig zijn. Dit is wat wij de komende tijd gaan doen. En met z'n allen de focus op morgen 3 punten en de komende weken ervoor zorgen dat we in de Jupiler League blijven. Dat is heel goed voor onze club, dus ook voor morgen en voor overmorgen en voor volgende week geldt. Samen toch wij de strijd. Dankjewel. Vandaag is de dag van de kelderkraker. De helden van de Heikant nemen het op tegen de schapenkoppen van FC Dordrecht. Bij winst staan ze gelijk.
Verlies betekent zo goed als zeker degradatie. Met nog maar 2 wedstrijden voor de boeg. Harry Derks kan zijn club weer aanmoedigen. De Fiat had blijkbaar geen grote vis aan de haak. Van de kool af! Dat is weer 5. Nee. Iedere keer die 5. Dat zijn er één keer. Harry, eerste kaart en wie? Achilles. Let maar op. En dan van Achilles krijgt raken. Kom, keeper. Wie gooi daar zo ver in? Kom niet! Ga doen, jongen! Schitterende aanval! Steken! Schitterende aanval, joh! Schitterende aanval! Godverdomme! Wat een goal! Pas op, alles stank op! Super, komt dan toch op, man! Wat een kutkeeper. Wat een kutkeeper. Wat hebben wij toch een kutkeeper, zeg. Godverdomme, waar hebben wij een kutkeeper. Verschrikkelijk wat een kutkeeper hebben wij, zeg. Mag niet gebeuren. Daar die bal uit en hier is weer een overtreding, man. Kijk met de guit, man. Godverdomme, gekut ouwe hoer die keer met hem. Eerst dus een bal die naar voren trappen en dan zijn ze schoten en een penalty. Godverdomme, dan ben ik het zat met hem. Ik zeg al 10 weken stappen dat eruit, man. Godverdomme, dan, man. Ik denk niet dat ze zo'n slapballetje hebben als twee, hè? Jongens, ik wil het nog niet schoon, ik kan dit niet meer handelen. Oh. Hey! Wat ben je strak, joh? Hey! Wat ben je strak? Ik ga even naar kijken, man! Hey, Harry, doe rustig. Schijt eruit, Harry. Doe rustig. Zie je wat hij doet? Ja, maar dan wordt het niet beter. Ah, schijt eigen regels, hè? Harry, hou op, man. Stelletje prutsers. Stil nou. Doe me snel, die zeggen. Kom nou. Domme. Het is ons niet gegund. Ik kan niet bang als ze slapen.
Even je moet die bal in de ruimte leggen, man. Met de buitenkant op de middenlijn, dat kan er niet, man. Godverdomme, 93. Moet je me een bal met de buitenkant geven, man? Ze zijn helemaal gek geworden, man. Non de Juda. En nou die gek maken? Dan wel een gek maken, man. Kan die camera niet weg, alsjeblieft? Die blijft hier wel. Ja, goed, man. Het is ons niet gegund. Het is ons niet gegund. We hebben gestreden als leeuwen. Uiteindelijk leven we nog. En zo voelt het misschien niet, maar zo is het wel. En gaat de strijd gewoon weer verder. En gaan we gewoon door op de weg waar we mee bezig zijn. En dat is hartstikke goed. Dus we trekken gewoon die lijn door naar Doetinchem. En we blijven leven. Net zolang tot dat draadje geknapt is, en is nog steeds niet geknapt. Hoe zuur dit ook is, is het ons niet gegund vandaag die 3 punten hier te houden. We hebben wel de kansen gehad, hele goede kansen gehad. Dat hebben we niet gemaakt. Uiteindelijk denk ik dat we mogen de streep trekken, maar het is ons niet gegund in die eindfase. Als een kat met 9 levens speelt Achilles een paar dagen later een goede partij tegen de Graafschap. En die ploeg is op papier toch echt veel sterker. Gieke kan erin. Hier, hoppakee, 3-3. Ongelooflijk. Oh. Goeie goal, geweldige goal. Die had van begin af aan in de voorbereiding tegen NEC speelde die al heel goed. En die had toen heel weinig wedstrijden gespeeld en die had echt heel weinig kansjes nodig. Goeie goal. Nou, dit is knap van Achilles dat ze daar 3-3 maar 3-3 houden. Netjes. Ik bedoel, zoals Erik zo mooi zegt, het draadje is nog niet geknapt. Nee, is het ook niet. En het blijft tot de laatste wedstrijd spannend. Jazeker, maar niet alleen sportief. De KNVB pakt Achilles 3 wedstrijdpunten af omdat het eerste deel van een miljoenenlening niet op tijd binnen was. 3 punten minder. Degradatie onvermijdelijk. Dan meneer Knijp voor de KNVB aan die tafel daar graag. Ze gaan in beroep bij de KNVB, maar die zaak dient te snel. Vanavond al, in Zeist. Pijnlijk, een belangrijk adviseur van Achilles is bovendien op vakantie. Dan maar via de burgerrechter een kort geding aangespannen. Uitstel wil Achilles. Krijgen ze dat hier, dan hoeven ze vanavond niet naar Zeist en worden die 3 punten pas volgend seizoen in mindering gebracht. Dat zou net die verafschuwde degradatie kunnen voorkomen. Als ware net een soort toezegging. En zo zal het hierna ook worden aangeduid. Op 30 maart jongstleden, vrij kort geleden dus, kwamen Achilles en een buitenlandse financier, een gereguleerde financiële instelling, een definitieve overeenkomst van geldlening overeen, met daarin opgenomen die financiering van 5 miljoen euro. Deze financier is gevestigd te Brazilië, maar is een gereguleerde financiële instelling. Op de normstelling van de datum van 1 april 2017 beschikte Achilles al dus wel over voornoemde financiering in de vorm van een overeenkomst van geldlening, maar was het bedrag, die 1,5 miljoen euro, nog niet aan Achilles overgemaakt. Als er nou één betaalde organisatie alle denkbare ruimte van de KNVB heeft gekregen, dan is dat Achilles wel geweest. Juist is dat Achilles heel veel afspraken die gemaakt zijn met de licentiecommissie niet is nagekomen. En juist is dat dat ook geleid heeft tot een reeks van maatregelen en sancties waar we het hier verder niet over behoeven te hebben. Ik begrijp de toverdoos heel goed. Ik neem het Achilles en meneer Snijders helemaal niet kwalijk. Men heeft er alle belang bij om het over die vrijdag heen te tillen. En daar wordt veel voor uit de kast gehaald. Dat mag ook. Daar wil ik daar niet geringschattend over doen. Maar dat is het enige waar het om gaat.
Dat zijn de opmerkingen die toen. Dit is mijn uitspraak. Die krijgt u uitgewerkt op schrift over 2 weken. In de bewoordingen die te maken zullen hebben met hetgeen ik nu zeg. Ik ga de vordering afwijzen. Ik volg de uitleg van de KNVB ten aanzien van artikel 6, lid 4 en 5. Want er is eigenlijk onbetwist gesteld door meneer Knijf dat de meeste stukken die in het dossier zaten bij u reeds bekend waren. En die zijn u gisteren aan het eind van de middag bezorgd. Alles is erop gericht om Achilles gewoon continu onder druk te zetten, kortere termijnen te geven en niet het recht te geven wat een ander heeft. Nou ja, de rechter zegt, je hebt dat recht ook niet. Ja. Waarom zou jij je goed voorbereiden op een beroepszaak? En het is toch allemaal bekend en je weet het toch allemaal al? Ja, ja. Ja, ik het zei zo. Ik voel me nog wel, ja, dat kreeg ik dan door. Hoe hebben jullie die 5 miljoen, is een bank uit Brazilië? Dat is een, ik wil daar verder niet te veel over zeggen, want daar hebben wij gewoon afspraken over gemaakt. Maar wij hebben gewoon een lening met een reguliere financiële instelling. En dat ligt allemaal op papier. Die contracten hebben ze dus allemaal getekend. En dus dat is gewoon het punt niet. Is die bank er wel? Ik denk dat dat een gewone bank is, waar die op kan zitten. Maar als je toch nagaat, Hans, als je als eerste divisieclub helemaal onderaan naar Brazilië gaat om een lening af te sluiten, dat is toch niet te achterhalen? Nee, draai het om. Een Braziliaanse bank duwt 5 miljoen in een amateurclub in Groesbeek. Ja. Oh. Ja, die link kan ik ook niet, leg ik ook niet. Vandaag speelt Achilles de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Jong PSV. Om 4 uur is de uitslag van het beroep bij de KNVB nog niet binnen. Maar om 5 uur wel. De 3 punten aftrek zijn nu definitief. Achilles is gedegradeerd. Jullie leggen je niet neer bij deze uitspraak? Op geen enkele wijze zullen we ons daarbij neerleggen. We hebben gisteren al, voordat de uitspraak van de beroepscommissie überhaupt was, hebben we al een spoedappel geëist. Dat gaat binnenkort dienen. Dat zal eerst aan de orde zijn. En welke stappen we daarna gaan nemen, dat zien we dan. Maar we zullen een lange strijd voeren. We zijn met z'n allen natuurlijk, ja, dag en nacht mag je niet zeggen, maar wel vaak en veel bezig om deze club op een mooie manier op de kaart te zetten. Nou goed, mocht dat resultaat vanavond goed zijn, dat dat inderdaad nog zin heeft, dat dat, ja, ook in ieder geval nog een vervolg moet krijgen achter een tafel, dan zullen wij vechten tot we ermee neervallen. Ja. We laten het niet zomaar afpakken. Hey man. Als wij winnen hier vandaag en Dordrecht verliezen bij Den Bosch, dan gaan we in de Polonaise gewoon mee eens. Het veld af. Ja, ja. Helemaal mee eens. Ja. En als dat niet zo is en we winnen wel en Dordrecht wint ook, dan gaan wij ook gewoon netjes naar onze supporters toe en die bedanken wel allemaal. Ja. Die zullen ons ook bedanken. Ik denk heel goed job. Ik vind mijn job, zeg maar, eigenlijk best belangrijk. Ja, heel belangrijk. En ik vond het belangrijkste van alles, vind ik, dat wij moeten voor het Twente scenario gaan. En iemand nog een jaar terug precies weet wat er gebeurd is, kreeg Twente een aantal punten ook in mindering. Die zijn gedegradeerd. Die zijn uiteindelijk naar de hoogste orgaan in Europa, naar de Europese Hof gestapt. En uiteindelijk hebben ze gelijk gekregen en zijn ze alsnog in de Eredivisie gebleven. Winnen is voor ons cruciaal om het geheel een vervolg te kunnen geven. Iedereen van harte welkom, ook de fans, bestuur en spelers van de Jong PSV. Welkom op de heikant in Groesbeek. Het is gelijk ook stil. Stil. Het behangt een bepaalde matheid. Het is helemaal los aan, dus. Helemaal los aan. Je ligt helemaal nergens op.
Hoeveel tikken kunnen hebben? Dat is ja, dat is op een gegeven moment. Dat gaat voor de jongens ook, Harry. Keeper. Wat een kutbal, het is het hele jaar hetzelfde hier. Hij is buitenspel, man! Godverdomme. Maar dat is een viespeuk, jongen. Oh. Zuiver buitenspel, joh. Feit, joh. Dat was buitenspel, joh. Kom op, man. Ja, maar dat is een attenbal, zeg. Die heeft ons dit seizoen al punten gekost aan de overkant. Dat is de grootste viespeuk van de hele Juppie. Nou, nog een keer. Kijk of die buitenspel is. Die nog niet. Die... Ja, maar komt hier links nog? Het is 0-3. Achilles heeft 4-0 op de nodig om deze wedstrijd nog te winnen. Paal, heerlijke lange bal. Goeie bal, dit. Goh, een mooie bal is daar. Godverdomme. Laat het toch even. Je moet er godverdomme even eentje keer gewoon een gele kaart aan maken, man. Godverdomme, daar, man. Oh, een slappe hap, man. Op middenveld moet er nog een keer koezen met iemand opladen, man. Maar ze zeiden ook eigenlijk, dat zeiden ze een paar weken terug al, dat, met de, dat ze nieuwe verlichting zouden krijgen, die zou al eigenlijk de komende weken eigenlijk al... Op die vergadering was op dat... Op die vergadering al, dat binnen enkele weken zou die nieuwe LED-verlichting, maar die is er ook nog niet. Dan nummer toch wel onthouden die gele kaart, of niet? Je kunt ook een afloop even een gele kaart geven als die aanval afgelopen is. Je kunt zo naar de kou lopen. Godverdomme, laat er een keer eentje op, man! Laat er een half uur de kaas van brood eten, man! Schop het toch op voor een eentje verrekt! We mogen toch niet meer te voetballen! Kats er een keer eentje over de grond, man! Nog geen één gele kaart gehad! Laat er een keer op, man! Godverdomme, en je moet die bal uittrappen! Ik zeg het nog van tevoren, man! Godverdomme, dan moet ik je drie calls maken, want ik je die kutfouten herstellen. Pijn doen, dat vinden ze niet leuk. Wij maken 3-2. En dan gaat het los. Elke speler die daar vertrokken is, die is door geld vertrokken. Elke speler die bij Gielis is geweest, is in conflict met geld vertrokken. Maar we zeggen wel eens wat van de Gielis, hè? Maar het is, ze zien bezeten van geld, hoor. Kansen gemist. Hey, Mia, jongen. Zie je? Ik zei, ze hebben ons vanmiddag toch de mentale klap gegeven, Rieke. Ja. Kijk, Ali. Ellie huilt. Hoe kunnen we als Ellie gestaan te huilen? We zullen eerst eens een flesje bier nemen op de teleurstelling. Smakt die dan ook? Dat
Ajax is een man, ze degraderen. Er is weer een degradant uit de Super League en ze komen naar Groesbeek. Zij gaan naar de tweede divisie. Ze hebben nog een zin, zo vind ik het, de KNVB. Ze hebben vanmiddag toch een extra lijst om doog gegeven, dat is gewoon zo. Dat is niet mentaal de jongens ook niet op te brengen. Ja, ja. En nu heb je de spuitkool en dan begin je, dan kom je meteen in de verkeerde kant. De meesten zeggen, dit werd dan ook nog... Nee, dan dat er niet. Nee, jij hebt nou je zin. Waarom zou ik mijn zin hebben? Ja, omdat je dat zo. Je hebt nog nooit een positieve letter over ons geschreven dit seizoen. Dus wat dat betreft ben ik heel snel klaar, jullie. En eigenlijk liever wil ik eigenlijk helemaal niks zeggen. Dus ik vind dat jij ook schuld hieraan bent. Dus ik kan niks anders van maken. Zijn we zo klaar? Ja, vind ik wel. Ja. Heel graag. Ja, het hele seizoen heb je gewoon kut geschreven, joh. Het hele seizoen heb je kut geschreven. Echt. Geen positieve letter. Niks. Helemaal niks. Trainen. Hij is ook schuld. Ja. Dat zeg ik. Gelderlander is ook schuld. Het hele seizoen al, joh. Vanaf augustus al, joh. Niet dat zeg ik je. Nee, maar dat mag iedereen weten hier. Iedereen mag dat weten. Maar het is wel zo. Kutkant. Kutkant. En anders niks. Gewoon kut. Vanaf augustus. Drama. Nou, deze club heeft wel vaker één stap teruggezet om vervolgens weer twee stappen vooruit te zetten. Ik weet zeker, ik ken de club al 15 jaar, dat wij terugkomen aan het front. Inderdaad, terug aan het front. Bij de amateurs. Achilles wint veel wedstrijden en doet mee in de subtop van de tweede divisie. Aanstaande zaterdag spelen ze thuis op de heikant weer de derby tegen de Treffers. Tenzij Achilles deze week nog failliet gaat. De spelers hebben deze week één dag gestaakt vanwege een salarisachterstand. Dat wij in een heel lastig traject zitten, dat is duidelijk. Maar ja, dat heeft ermee te maken dat er gewoon keiharde greep uit de liquiditeit gedaan is vorig jaar. Nou, die kom je vorig jaar tekort, maar dat heb je niet binnen een paar weken opgelost. En dat is ook nog niet aan zijn eind, dus dat zal nog wel even duren. Maar goed, dat is hard werken en communiceren en dan kom je daar wel uit. Deze week in elk geval. Want de derby tussen de aartsrivalen wordt dus zaterdag na 4 jaar opnieuw gespeeld. Terug in Groesbeek. Terug bij de amateurs.
Rotterdam. Ik ben er ook van overtuigd dat wij ook echt wel weer uit dit dal klimmen en dat die club weer vooruit gaat. Er is een bekende slogan dat Achilles onverwoestbaar is. Bij een kampioenschap in 1964 was er een groot spandoek met het onverwoestbare Achilles. En dat zal ook nu weer blijken.